tennisvereniging De Blauwe Reiger. Jij bent pachter kantinebeheerder en jullie doen wat aan gezonde voeding. Wat is daar de aanleiding van? De aanleiding is, ja, we waren eigenlijk al mee bezig. En Jessica van de gemeente Maarsen van Jok, die kwam hier of hij mee wou doen met de gezonde kantine. En ja, nou, we waren eigenlijk op de goede weg, dus ja, daar zijn we op verder gegaan. Wat is de goede weg? Wat deed je dan daarvoor dat je daarmee bezig was? In plaats van alleen een witte tosti, ook een bruine tosti aanbieden. Standaard een broodje gezond erin hebben. Verse Suderaans plaats van pak. We hebben een gratis drinkplaats waar ze gratis water kunnen pakken. Ja, en dat is op de goede weg al. Nou, kijk, hier hebben we een zero calories. Dat betekent dat er dus geen suiker in zit en ook geen calorieën. Nou, dan neem ik hem heel graag aan. Juist. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is de reactie van de leden hier van de vereniging? Ja, is wel goed. Ze vinden het leuk, want er komen steeds meer gezonde dingen bij, want je wordt erdoor getriggerd. Dus ja, dus je gaat verder ontwikkelen. En ja, dus voor hun is het ook voordeel. Nou is er zo'n ontwikkeling gaande dat meer aandacht voor gezonde voeding. Hoe bemerk je dat bij zo'n kantine? Nou, ik zie het wel positief in. De weerstand valt heel erg mee, vind ik. Het is echt, alles wordt goed ontvangen en ja, mensen vinden het ook wel leuk. Dat ze niet alleen een broodje kroket en een broodje frikadel kunnen krijgen, maar ook gewoon wat lekkers en gezond. Maar nou als ondernemer, kost je dit geld of levert dit een bijdrage aan je onderneming? Nee, dat kost me geen geld. Als het gezond is en goed is en vers producten, dan weten de mensen ook dat het meer kost. En dan vinden ze het ook niet erg om te betalen. Dus dat is mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. En jij bent een van de eerste pilots in Sigsevecht. Gaan er meer kantines volgen? Ik hoop het wel, want uiteindelijk willen we allemaal gezonde jeugd, toch? En daar gaat het om.